Dames en heren, aan de desk, meneer Waarsdorp. Goedenavond. Goedenavond. Ingesproken, woensdagavond 17 mei. Want ja, u woont in Zandpoort-Zuid. Ja, ik grens precies aan het gebied van het landje Handgraaf. Ja. Voorheen een kerfinstelling. En zo lang woon ik er ook al. Ja. En toen opeens de krant. Wij waren onaangenaam verrast over het nieuws. Eigenlijk helemaal niks. Omdat je daar met eigenlijk 300 meter aanwoont. Ja. En dan zeg je, nou, dan ben je toch een buur, dan word je geïnformeerd. Maar ik moest het vernemen uit de krant en de social media. Dus we waren verrast. Ja, en vanavond, dus de tweede avond, gaat het gesprek door weer over hoe betrokken zijn eigenlijk de bewoners. En dan hoort u de wethouder zeggen, ja, het is misschien niet zo netjes verlopen. Wat dacht u toen dat u dat hoorde? Nou ja, schandalig. Ja, dat is een woord, want het hoort andersom. En nu kunnen ze wel zeggen, hadden we anders moeten doen. Maar dat hoor ik anders. Veel te vaak eigenlijk in de politiek. Ja. En nu ook het voorbeeld van Velsen Noord. Ja, ze worden gehoord, maar het wordt ook terzijde gelegd. Dus ja. Dat beangstigt niet alleen mij, maar ik ben door meerdere omwonenden, ook bij de ELTA, benaderd van Nico, hoe sta jij erin? Ja. En nu ook, er worden geen aantallen genoemd. Net ook weer gehoord van ja, 261. Komt dat op één landje, 261? Nou, daar. Er wordt nog niks over gezegd, hè? Er wordt niks over. Je weet dus nu nog niks. En ja, dat beangstigt mij. En ik denk ook alle omwonenden hier. Ik hoor dat Zandpoort Zuid zich aan het verzamelen is. Ja, we krijgen geen antwoorden. En als je geen antwoorden en geen duidelijk hebt, krijg je onrust. Ja. En die onrust is nu in Zandpoort Zuid aardig aan het borrelen. Begint te borrelen. Ja. Want het college had natuurlijk het idee, we doen een onderzoek. Ze hebben iets van 8 of 9 plekken aangewezen op de kaart van de gemeente Velsen. Op verschillende plekken in de Velsenbroek, in IJmuiden, Zandpoort Noord en Zandpoort Zuid. Hoe komt het dat dan toch zo'n Zandpoort Zuid naar boven komt drijven? U heeft die stukken misschien inmiddels wel kunnen lezen, denk ik. Zit er enige logica in? Of is het... Want ja, ik hoor wel dat ze als het ware toch al een beetje zijn aangewezen als een soort... Nou ja... Nou, het is een we hebben het gevoel, en dat hebben ook de inwoners van Zandpoort Zuid, dat het al een beetje besloten is. Ja. Een voorkeurskeuze en het wordt benoemd met de paard en naam. Ja. Dat je denkt van joh... Handgraaf, ELTA, dus eigenlijk is het al een beetje besloten. Terwijl er eigenlijk nog totaal meer opties zijn. Onderzoek moet nog wel starten. Als ik kijk tegenover Welkom, zijn er hele mooie stukken grond die nog vrij staan. Ook nu 64 opvang, in Driehuis. In Driehuis, ja. Terwijl er een ruimte is voor veel meer, want dat staat ook te lezen in de krant. Ja. Dan zijn er dus veel meer spreidingsmogelijkheden. Ja. En als je het nu al hebt over Zandpoort Zuid... In de Zandpoort Zuid als bewoners. Ja. En we spreken over een bepaald aantal. Wordt toegewezen op het aantal inwoners van Velsen. Maar de inwoneraantal in Zandpoort Zuid zijn veel kleiner. Ja. Dus je moet dat ook beperken tot kleinschaligheid. En als je dit verdeelt over de Driehuis, Zandpoort, Velsen. De verschillende gemeentes die Velsen rijk is. Ja. Ja, dan krijg je ook geen onrust. Nee. Maar en nu wordt het gewoon gezegd van het 261 op Zandpoort Zuid. Ja, er zitten allemaal notabelen in Zandpoort Zuid. En kapitaalkrachtigen. Dus dit gaat echt niet gebeuren. Nee. Wat zou u het liefst willen? Het is nu wel genoemd, maar er is nog een heel traject te gaan. Wat zou u het liefst met het college, wethouder of ambtenaar, wat zou u het liefst nu willen doen? Nou, ik denk dat alle inwoners van Velsen helemaal niet onwillend staan tegen het opvang. Want dat is onze taak. Ja. Maar je kan niet één gemeente of één deel van de gemeente voortplanten. En dat heb je nu gezien, die Velsen Noord. Ja. Je kan niet de Velsen Noorders die hele boot in hun mik douwen. Nee. Je moet het verdelen. We hebben meer gemeentes. Ja. En als ieder zijn deel neemt, 261 verdelen. En stel voor in de groei naar 300. Ja. En je geeft iedere gemeente een deel. Dus een stukje. Dan is het rust. En dan krijg je ook integratie. En de mensen hebben ook kwaliteit van leven. Mm-hmm. We hoeven ze niet weg te sturen. Nee, maar je moet het eerlijk verdelen. Hè, maar hoe zou u dat dan? Heeft u daar ook een rol in om dat gesprek te organiseren? Ik hoorde iets over een buurtcomité. Als ik burgemeester hoor, nee. Ja, ja. Nee, het is moeilijker. Maar ik snap niet dat dit, wat ik nu als inwoner voel en vertel. Ja. Dat dit niet gedragen wordt door de raad. Nee. Want ik hoor ze allemaal over de aantallen. Maar Ik luister al twee keer. Ja. Ik heb er nog geen één keer gehoord. Van kunnen we dat niet verdelen over onze gemeente? Ja, precies. Er was wel een idee om eventueel die twee plekken, Handgraaf en de ELTA, te verwijderen uit dat voorstel. Hè. Dus hou het nog breed. Onderzoek gewoon alle 8, 9 plekken. Heeft het niet gehaald. De kwaad is al geschied. Ja. Je kan nu niet eerst twee plekken benoemen. Nee. Die eigenlijk als voorkeurs
locatie zijn en dan opeens zeggen, nou halen ze eruit. Nee. Dus dat slaat ook nergens op. Nee. Want dan geef je de gedachte van, oh, dat komt niet meer terug. Nee, precies. Dus dat... En dat, maar ook naar anderen toe. Want als je straks zegt, nou, Driehuis heb een stukje, Zandpoort Zuid, Zandpoort Noord, Velsen Noord, Velsen Zuid. Als we dit toch verdelen over de gemeentes, ja, dan is het toch onder de inwoners ook draagbaar. Ja, maar dat moet wel op een of andere manier dan toch in die raadzaal. Nou, ik heb het zo nog, er is geen één. En ik zou, als ik nu moet stemmen, ik zou ook niet weten wie ik moet stemmen. Nee. Want niemand draagt het gehoor van de bewoners. Nee. Het was jammer dat er vanavond niet nog een keer mocht worden ingesproken misschien. Hè? Dan had dat nog een keer extra... Nou ja, maar misschien moet... We hebben ook te weinig tijd gehad, omdat het in één keer op je bord wordt gelegd. Ja, ja, precies. En als we nu meer gaan luisteren naar de inwoners... Iedereen die nu kijkt en wie luistert, die zal het met me eens zijn van... Verdeel het nou gelijkmatig, want we kunnen het probleem niet wegduwen. Nee. Nee. We moeten het wel kijken wat zijn de oplossingen. Maar de oplossing 261 op Landje Handgraaf of op de Elta, is, dat wordt een drama. Gaat u straks zitten in die buurtcommissie of comité? Of daar zit u misschien al in of niet? Nou, ze hebben me wel benaderd en ik wil best wel daarmee... Ik wil meedenken. Ja, ja. Nou, en eigenlijk in oplossingen denken. Dat doe ik als ondernemer en dat wil ik ook als bewoner van Zandpoort Zuid. Fijn dat we eventjes zo konden ingaan, want ja, insprekers worden altijd enorm gewaardeerd inderdaad, dat heeft u ook gehoord. Dames en heren. Maar er wordt ook geluisterd, dat is wat u zegt, er moet ook geluisterd worden naar degene die inspreekt. Ik hoop dat ze het vandaag weer gehoord hebben. Nee, waar hoor. Hartstikke fijn, dank u wel.